Waarom? Uh, uh, ja, we willen op ons hoogtepunt stoppen en we hebben nu iets bedacht wat zo groot en vet is uh, dat uh, het een supermooie afsluiter is. Wat vond je het zelf het mooiste van, uh, van de New Kids afgelopen, nou, wat was het? Vier, vijf jaar? Vijf jaar, ja. Um, nou, wat sowieso het vetste was, is dat je gewoon met een groep vrienden uh, um, uh, zoiets kan maken al die tijd. Uh, en dat we nooit rekening hebben gehouden met iets of iemand en dat we gewoon eigenlijk compleet uh, uh, ons eigen dingen hebben kunnen doen. Maar dan lijkt het een beetje alsof jullie, alsof jullie de show hadden bedacht. en toen dachten: ja, dit gaan we dus nooit meer overtreffen. en dan stoppen we ook maar meteen. Ja, nou ja, ja. Uh, maar ook omdat het gewoon heel erg mooi is. Uh, en er zijn zoveel mensen die maar door blijven gaan. weet je wel met wat ze doen. Uh, het is niet zo dat wij nu stoppen met. Uh, uh, met, met films maken. of met. Uh, met acteren of met schrijven. Uh, het is gewoon dat wij. Uh, dit, dat dit het allerlaatste is wat we doen. Uh, in de configuratie New Kids. Eind oktober, dan is dat feest in het Gelderdoon. Wat, wat kunnen we verwachten? De uh, New Kids live op het podium in karakters, voor uh, het eerst en voor het laatst. Uh, alle muziek die met New Kids te maken heeft, de artiesten die uh, nummers doen, een belachelijke show met super veel special effects. Alle karakters uit uh, uh, de laatste vijf jaar komen uh, 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 voorbij, um, uh, explosies, stunts en iedereen verkleed als New Kid in het publiek. Dus so het wordt één grote New Kids happening, het wordt echt belachelijk.